أنا بحلم إن أروح بلد بعيد. We zijn toch de oorlog aan het herdenken? Het is bijna 75 jaar geleden dat we bevrijd zijn. En dat moet gevierd worden. Hoe kan je oorlog nou vieren? Ja, het is toch een feestje vandaag? Dat zie je toch? Wat zeg je nou? Oorlog is geen feestje! Nou, sorry hoor. Wow, doe even rustig, oké? Rustig doen? Doe lekker zelf rustig! Ga gewoon zitten! Jullie weten niet eens hoe het is om in oorlog te leven. Ah, saved by the bell. Ze snappen er toch helemaal niks van. Sorry nog van net. Wil je misschien een stroopwafel? Nee, die lust ik niet. Oké, dan niet. Zoek het lekker zelf uit. En wat zei ze? Moet je horen, ze voelde zich te goed voor een stroopwafel. Ze mag blij zijn tot ze hier in Nederland mag blijven. Ja, inderdaad. Ze moet niet zo zeuren. Oh kijk, ze loopt al weg. Wat is dat? Help! Is daar iemand? Ja! Hey, wie bent u? Ja, ik weet ook niet waar ze is. Ik moet alleen maar stroopwafel. Ja, misschien is ze verdrietig. Ik denk dat ze gewoon geschrokken is van de geluiden en van de parachutisten die net naar beneden kwamen. We waren ook eigenlijk echt helemaal niet aardig tegen haar. Waar is ze nu? Ja, weten we ook niet. Helemaal ze is zomaar weg. Niemand kan haar vinden waar ze is. Meester, ik heb iemand gevonden. Hallo. Hè? Wie is dat? Waarom neem je je opa mee naar school? Wij mogen toch ook niemand meenemen als we jarig zijn? Hij is mijn opa niet. Ik ben Gert. Ik heb de oorlog meegemaakt. Echt waar? Ik had die meneer gevonden, buiten, met een parachute. Oh, ik snap het al. Dus hij is een van die veteranen? Ja, ik ga jullie vertellen hoe de oorlog was. Ik moest als kind vluchten voor de tanks. Heftig dat je dat als kind moest meemaken. Ieder kind heeft recht op bescherming tegen oorlog. Dat is artikel 38 in het kinderrechtenboek. Kom maar wat dichterbij, dan vertel ik nog meer. Allemaal meegemaakt? Dat is verschrikkelijk. Wat erg dat je dat als kind moet meemaken. Snappen jullie mij nou eindelijk?
Zij heeft dat ook allemaal meegemaakt. Oh, nu snap ik het. Ja, we komen er meteen aan. Tot zo. Wie was dat? Geen tijd. Dat vertel ik later wel. We moeten gaan nu. Oké, okay, let's go. Politie, politie! Wij zoeken Gert. Politie! Gert was als gemist opgegeven. Hij hoort bij de veteranendag te zijn. De wind heeft de parachute weggeblazen. En toen heb ik hem gevonden, in de struiken. Wat goed dat je Gert in veiligheid hebt gebracht. Dat verdient een beloning. Een beloning in de glorie. Ik wil graag terug naar Syrië. Zonder oorlog. Syrië, ik mis je. Doe één keer een dansje. Ja, dan is dat uit je systeem en dan kunnen we nou weer verder met de film, of niet, Maurits? Ja, ik vind het leuk. Ja, dat wel. Wel, het is wel 75 jaar tot de tijd dat Nederland was bevrijd. Rond dat tijd. We zijn toch de oorlog aan het herdenken. Wat zeg je? Oorlog is geen feestje! Oh, blooper! Jullie weten niet eens hoe het is om oorlog te hebben. Ah, oh, safe by the bell. Je kijkt naar mij? Kijk, je moet niet naar mij kijken. Kijk wat ik gevonden heb. Oké. Okay. Ik heb iemand gevonden. Hallo. Dan lijkt je net een gremlin. Hallo. Hallo. Hij is niet mijn opa. Ik ben gek. Zeg, zit je nou met flesjes te gooien terwijl wij hier aan het opnemen zijn? Ieder kind heeft recht op bescherming tegen oorlog. Ondertussen kijk jij steeds naar mij. Wat goed dat je Gert in veiligheid heeft. Jo, kom bij de bloepers. Okay. Wat goed dat je Gert in veiligheid hebt. Is het niet erg, doe het nog een keer. Ja, 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 meester zit bij de bloepers. Ja, yeah! Oké. Okay. Dames, even terug. Even. Oh, wat nieuw. Oh, ja, okay. Blooper. Ze mag blij zijn tot ze in Nederland mag blijven. Ja, in... Blooper. 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 Ik noem het blooper. Ze mag blij zijn. Oké, nog een keer. Oké, nu is het nog even onwennig, dus daarom lach jij. Thank you.